Stichting Vooruit bestaat dit jaar 25 jaar. En afgelopen vrijdag werd in de burgerzaal van het stadhuis het jubileum gevierd. Stichting Vooruit is een vrijwilligersorganisatie en wij doen vooral informeren, adviseren en belangen behartigen. En daarbij allerlei projecten om mensen zonder beperking bewust te maken van hoe het is om te leven met een beperking. Want iedereen komt daar mee in aanraking met het huidige beleid. Tijdens de receptie waren diverse sprekers aanwezig om hun verhaal te vertellen. Vrijdag was heel leuk. We hadden goede sprekers, Otwin van Dijk en Gerard de Nooy en de wethouder natuurlijk. De burgemeester heeft een vriendelijk woordje gesproken. En verder zagen we veel oude bekenden die in het begin betrokken zijn geweest bij het oprichten of met de projecten van de Stichting Gehandicaptenraad Deventer, zoals wij eerst onze naam was. Veel bekende Deventenaren mochten tijdens de receptie ervaren hoe het is om het gemeentehuis met een handicap te benaderen, zodat zij zelf konden ervaren hoe lastig dit soms is. Ja, we hebben die mensen gevraagd of zij zelf aan de lijve willen ervaren hoe de toegankelijkheid van het stadhuis is met behulp van hulpmiddelen zoals de tasstok, rolstoel en krukken. En dat hebben ze heel stoer gedaan. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd en is Stichting Vooruit tevreden met de vooruitgang die ze geboekt hebben. In ieder geval de toegankelijkheid is verbeterd en we zijn heel erg bezig ook met beeldvorming en bewustwording van leven met een beperking, vooral op basisscholen. En we zijn met steeds meer andere organisaties gaan samenwerken. Ik denk dat dat wel een aantal stappen vooruit is geweest. Tijdens de receptie werd ook een cadeau aangeboden aan de gemeente Deventer. Een app genaamd Ongehinderd. Daarvan kan iedereen gratis gebruik maken. En ook de problemen of de valkuilen en de drempels die ze tegenkomen opzetten. En daar wordt dan naar gekeken. Grote kans dat er wat aan gedaan wordt. En verder hebben we vooral positieve reacties gekregen op alles wat we al doen. Met de opmerking, ga zo door, dus dat gaan we doen.